We hebben nu weer wereldoriëntatie en meester is druk aan het voorbereiden en hij gaat iets onderzoeken. Want er staat een vraag in jullie boek en ja, meester wil daar ook nog veel meer over te weten komen. Dus ik ga zo ergens naartoe en dat ga ik allemaal filmen. Ga je met me mee? Meester is dus zo net in de auto gestapt, want we gaan ergens naartoe wat ze niet in Sneek hebben in de stad. En weet je, daar maken ze... Hele grote. Nou, ik zal het jullie laten zien. Wat is dit? Ik weet het niet. Ga er gauw heen. Nou, hoi. Jij bent Kars? Ja, ik ben Kars. Jij zou een dagje helpen? Ja, klopt. Jij zou even kijken wat eten vandaan komt, nou, toch? Ja, als dat kan. Nou, dat kan wel, maar... Ja. Op die schoenen gaan we dat niet doen natuurlijk. Op mijn schoenen? Ja, die netjes schoenen. Oh ja, dat kan natuurlijk maar, niet. Maar wat moet ik dan aan? Want ja, nette schoenen, die. Ik heb zelfs een blouseje aan, want ik kom net uit mijn school. Ja, dat kan natuurlijk echt niet, jongen. Wat heb jij dan aan? Nou, ik heb echte laarzen aan en ik heb hier ook een setje voor je. Nou, ik hoop dat het jouw maat is. Nou, dan gaan we gewoon even proberen, toch? Ja, maar dat blouseje, dat kan ook niet. Nee? Nee, kijk hier. Mijn mooie hele oude overal, allemaal gaten erin. Nou, perfect. Ja, toch? Ik ga het even aandoen. Ben zo weer. En, mag ik zo mee? Nou, dit is een stuk beter. Ja? Kijk, mooie laarsjes. We kunnen mooi... ook nog? Ja, nee, machtig. Kun je mooi in de stront lopen, hè? Gaan we dat doen? Ja, tuurlijk. Okay. Alles gaan we bekijken. Hey, ik heb even een vraag. Ik heb deze meegenomen, want volgens mij komen de kazen van de boerderij. Maar maken jullie die ook? Wij maken geen kaas, maar wel de melk die erin zit natuurlijk. Melk in een kaas? Ja, er zit melk in een kaas. Nou, dan gaan we daar kijken. Hey, ja, nou weet ik dat bij sommigen bij jullie op de boerderij thuis kalfjes zijn geboren. Maar zijn die ook bij jullie geboren? Nou, wij hebben heel veel kalfjes deze week, want we hadden een geboortegolf. Een geboortegolf? Ja, dat is een periode dat er heel veel kalfjes worden geboren. En waar zijn die dan nu? Nou, heel toevallig staan we er vlakbij. Moet je maar eens achter je kijken. Oh, kijk. En hebben ze dan ook namen? Ja, alle kalfjes hebben de naam van hun moeder gekregen. Oh, wat leuk. En hoeveel zijn het, hè? Nou, hier staan nu 7, maar in totaal hebben we wel 10. 10 kalfjes? Ja, 10 kalfjes in totaal. En hoe lang duurt het dan voordat ze melk gaan geven? Voordat deze kalfjes melk gaan geven? Ja? Nou, dat duurt minimaal 2 jaar. 2 jaar? 2 jaar moet je erop passen en dan pas komt de melk. En ook heel veel voeden, denk ik, of niet? Heel veel. Eerst melk. Okay. En dan brokjes, hooi, kuil, van alles. Dat is heel veel werk, of dat niet? Dat is echt heel veel werk, ja. Oké, okay, nou. Dat gaan we allemaal zien. Ja, we gaan even. Waar lopen wij nu naartoe? Wij lopen nu naar de grote koeienstal. Ja. Dat is dus de stal waar de kalfjes, als ze 2 jaar zijn, dan komen de kalfjes hier, of dan zijn het eigenlijk al koeien, dan komen ze in deze stal. En hoeveel staan hier dan nu? Hier staan nu ongeveer 80. 80 koeien? 80 koeien. Het is ook wel een grote stal, kijk. Kun je het zien? En maar als we ze nu tellen, staan er dan ook 80? Nou, als je ze telt, dan zijn het er zelfs meer. Zo, hoe kan dat? Nou, er zijn ook koeien, die krijgen binnenkort een kalfje. Ja? Dus die geven geen melk, die staan apart. Hoi allemaal. Komen jullie naar ons toe? Hey, wat is jouw naam? Volgens mij is dat Annelies. Annelies, en nog één. Hallo. Wat is... Hey. Ze zijn allemaal nieuwsgierig naar wat jij allemaal komt vragen vandaag. Dat is leuk. Hey, en er ligt hier een koe. Waarom staat die niet gewoon net zoals die andere koeien? Nou, deze koe die heeft waarschijnlijk net gegeten. Dus die is al een beetje moe geworden. Oké. Okay. Dus net zoals ons. Ja? Dan gaan ze liggen. Gaan ze gewoon een beetje kouwen, zeg maar. Ja. Een beetje relaxen. Nou, dus als ze dan heel veel hebben gegeten, dan gaan ze relaxen. Ja. Net als wij. Nou, hey, maar boer Jurre, als ik hier zo kijk, hè, dan staat er een hele lange rij. Waar gaan die naartoe? Nou, dat is de rij voor de melkstal. Dus daar worden de koeien gemolken. Oh. En hoe gaat het dan? Nou, heel kort gezegd, de melk wordt uit de koe gehaald. En hoe doen ze dat dan? Nou, volgens mij moet je dat gewoon even bekijken. Want als ik dat uitgeleg, dan duurt het wel heel lang. Zullen we dat maar gaan doen? Nou, meester Kaars. Hier achter mij zie je de melkput. Ja. Kijk, dan zie je wat hard aan het werk. Ja. Die sluiten allemaal een soort van slangetjes aan. En daardoor komt de melk uit de koe en het gaat naar een hele grote opslagtank. Oké. En hoe gaat dat melken dan precies? Kunnen we daar ook kijken? Ja, dan moeten we even naar beneden. Gaan we doen. Kijk Kaars, hier zie je dus een koe staan. Dit is de uier van de koe, daar zit alle melk in. Ja. En hier zijn de slangetjes waar ik het over had. Ja. En door deze slangetjes zie je de melk
in deze grote slang gaan. Ja, ik zie het. En deze slang, die grote slang, die gaat dus naar de hele grote opslagtank. Oké, en waar is die dan? Dan moeten we weer even teruglopen, want die staat aan de voorkant van de stal. Nou, dan gaan we daar weer naartoe. Die kant nou, Kaas, kijk, achter jou staat een hele grote tank. Ja. Nou, dat is wel meer dan 100 badkuipen. 100 badkuipen? Ja. Ja, dat is echt heel veel. Zo. En die kan vol met melk. En elke dag gaat hij ook vol? Nee, elke 3 dagen is hij vol. Zo, dat is veel. Ja, heel veel. En dan vol met melk? Vol met melk. Helemaal hier, tot boven, tot het deksel, helemaal vol. En dan, wat gebeurt er daarna met die melk? Dan komt er een hele grote vrachtauto. Ja. En die gaat het ophalen. Ja. En die brengt het dan naar een fabriek. Bijvoorbeeld de kaasfabriek. Oké. Die kaas die jij mee had, misschien is die wel in de fabriek gemaakt waar deze melk naartoe ging. Ja, en wat maken ze eigenlijk nog meer van melk? Nou, bijvoorbeeld boter. Nou, kaas wat ik al zei. Ja. Maar natuurlijk veel meer producten wat in andere dingen verwerkt wordt. Bijvoorbeeld chocoladevlokken, wist je dat? Zit daar melk in? Daar zit ook melk in. Dat is grappig. Ja, ja. Oké. Oh, zien jullie al die melk in die tank gaan? Jullie moeten dit zeker ook heel erg goed schoonhouden. Ja, maar gelukkig gaat het helemaal automatisch. Nou, dat is wel fijn. Ja. Maar Boudjurre, die tankt het helemaal vol met melk. Maar hoe maakt zo'n koe dan al die melk? Nou, een koe moet natuurlijk heel veel goede dingen eten. Ja. Gras en hooi, dat gaan we zo meteen allemaal zien. Oké. Maar de melk is eigenlijk voor een kalfje in het begin. Oké. Maar als een kalfje een paar weken oud is, dan hoeft hij geen melk meer. Want dan is hij al groot genoeg om ook hooi en biks en allemaal te vreten. Oh. Dus dan gaat de melk dus in deze tank. Oké. Wat deed je daar nou net? Nou, dat is een koe die was uitgegleden. Dus die heeft, net zoals wij soms ook wel eens hebben, even last van zijn enkel. Dus die moest je even helpen? Die moest ik even rechtop leggen. Oké. Okay. Nou, kijk Kaas, we zijn nu dus weer in de stal. Ja. Maar we zijn nu op het gedeelte waar de koeien niet kunnen komen. Oh. Dus dit is het gedeelte waar het voer ligt. Ja. Kijk, en hier heb ik een beetje voer. Ja. Nou, en dan zie je, er zit hooi zit erin en een beetje mais. Ja? En andere producten zoals gewoon gras wat heel erg gedroogd is. Ja. Dus dit is heel goed voor de koeien. Ja. En daar geven ze heel veel melk van. Oh. En dit is dus, het voer voor de koeien is net als de mens. Ja. Als je goed eet, dan blijf je ook gezond. Nou. En wij proberen het beste voer te maken. Ja. Voor de beste koeien. Dat is mooi. Ja. Maar ja, kaas, melk, het is allemaal best wel bekend hier in Nederland. We eten het bijna elke dag, we drinken bijna elke dag wel even een glaasje melk. Maar heb je ook boeren in het buitenland? Nou, natuurlijk, er zijn allemaal boeren in het buitenland. Niet alleen koeienboeren, maar ook bijvoorbeeld voor sinaasappels of mandarijnen. Ja? Maar die vind je dus eigenlijk niet in Nederland. Oh, en waarom dat dan niet? Nou, dat weten de kijkers zelf ook wel. Het is best wel koud in Nederland. Ja. En bijvoorbeeld sinaasappels, die moeten gewoon lekker warm, een warm klimaat hebben om op te groeien. Oh. En dat kan in Nederland gewoon niet. Nee, het is hier niet warm genoeg. Het is niet warm genoeg in Nederland. Dus die halen ze dus weer met vrachtwagens naar Nederland, zodat wij ook mandarijnen kunnen eten. Dus ja, die kaas, die en boter en misschien nog wel andere dingen als vla en yoghurt, die brengen wij naar het buitenland, omdat wij daar heel veel van hebben. Maar ja, wat halen wij dan uit het buitenland? Nou, we kunnen die producten, wat wij naar het buitenland brengen, kunnen we een soort van ruilen. Ja. Dus dan krijgen wij bijvoorbeeld weer spaghetti en tomaatjes. Die krijgen we daar weer voor terug. Ja, uit die warme landen. Uit de warme landen, ja. Ja. Want daar kunnen de koeien niet. Dus wij brengen juist onze producten naar de warme landen. Ja. En dan halen we de producten uit de koude landen. Oké. Die gaan daar weer naartoe. Ja. En zeg nou zelf, hou je meer van een mandarijntje en lekkere spaghetti? Of hou je meer van een Nederlandse kaas, boter en lekkere aardappels die wij hier in de grond verbouwen? Nou, ik weet het wel. Nou dan? Nou, het oer-Hollandse Nederlandse product is het allerbeste. Ik ben er klaar en ik ga naar huis. Ik heb superveel geleerd. Mooi zo. Dankjewel. Ja. En misschien tot de volgende keer. Nou, misschien wel. En nog even dat jullie het nu weten, hè. Die kaas, die maken ze dus op een kaasboerderij of in de kaasfabriek. En die kaas, die kan je vervolgens weer kopen in de supermarkt of in andere winkels. In de kaaswinkel van de Zuivelhoeve waar ik werk, hè. En dan komt het dus uiteindelijk op je bord. Precies. Dus daar komt de kaas vandaan.